Gisteravond is er in de gemeenteraad gesproken over het thuistelen van wiet voor medische doeleinden. Burgemeester Keizer twijfelt nog of hij het wel eens een goed idee vindt. Ster van Kooten sprak in de Nieuwstad met de eigenaar van de Cannabis Gift Shop. Een meerderheid in de Arnhemse politiek wil de thuisteelt van cannabis die medicinaal is, willen zij legaliseren. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik oké. Dat klinkt heel goed. Want zo hoort het ook te zijn. Je kan het ook legaal kopen. Dus waarom niet helemaal legaliseren? Dan krijg je ook alle inkomsten ervan. Nou mis je een hele hoop inkomsten. En een hele hoop grootshops zijn naar België en Duitsland gegaan. En dat zijn toch allemaal inkomsten wat de staat mist. En kunt u eens uitleggen, wat betekent precies medicinale cannabis? Medicinale cannabis betekent dat de THC-stoffen eruit zijn gehaald. Dus dat je er niet stoned van wordt. Dus dan helpt het alleen tegen pijn. En sommige mensen beweren tegen kanker en dat het kankercellen doodt. Ja, het is voor verschillende aandoeningen beschikbaar. Ook reuma. Merkt u dat ook in uw winkel? Ja, dat merk ik zeker. Ik verkoop het dagelijks tot veel, zeg maar. En daar heb je verschillende kwaliteiten in. In verschillende sterktes heb je erin. En de laatste keer had ik een vrouw uit Duitsland. Die had een, want ik heb een hele met hoge concentratie. En die was naar een dokter geweest in Duitsland. En die was behandeld. En toen had ze die cannabisolie hier gekocht. En toen was ze weer teruggekomen. En toen had ze haar eigen weer laten checken bij de dokter. En toen bleek dat het sterk verminderd was. En die vrouw die komt nou één keer in de twee maanden terug zo'n flesje halen. Is het ook duur om het zelf aan te schaffen, die bepaalde olie? Ja, dat kan. Je hebt vanaf 3% en dan kost het 25 euro voor een flesje. Daar doe je 60 dagen mee. Maar je hebt oplopend tot 200-300 euro. En zou het wat u betreft in het ziekenfondspakket horen? Ja, dat denk ik wel. Dat vind ik wel, ja. Ja, want mensen hebben er gewoon heel veel baat bij. Wat doet nou precies die cannabis voor mensen met aandoeningen? Nou, in ieder geval de pijnbestrijding. En de bestrijding tegen ziektes als kanker. Maar dat is voor ieder individu apart. Want de ene noemt het een broodje aapverhaal. En de andere die zegt dat het, die zweert erbij dat het helpt. Dus dat is voor iedere persoon individueel. Hebben we dat middel dan niet vroeger duizenden jaren ook al niet ontdekt voor pijntjes? Jawel, maar omdat het een product is wat het genot ophaalt, is het verboden en wordt het door veel mensen gezien als een echte drugs. Maar ja, hennep is natuurlijk, daar kan je alles van maken. Je maakt er kleding van, je maakt er touw van, je maakt er eten van. Van hennep wordt echt alles gemaakt. Het is gewoon een natuurproduct. En denkt u dat u het in de toekomst steeds meer gaat verkopen, dat er steeds meer klanten voor zijn? Ja, dat weet ik wel zeker. Dat weet ik echt heel erg zeker. Want die vraag is nou al enorm en mensen bellen me dagelijks op of ik het nog op voorraad heb. En dan sommige mensen bestellen het in verschillende sterktes. En dan zorg ik dat ik het binnen één dag heb of ik heb het al op voorraad.